Welkom weer terug hier op mijn Skyblock. Het is weer tijd om een hele hoop dingen te gaan doen vandaag. Zo wil ik vandaag een heleboel minions gaan upgraden. En ik denk dat ik er gewoon maar meteen mee ga beginnen. En wat ik ook nog heel graag wil doen vandaag is een tweede minor minion erbij kopen. Daar heb ik ook ongelooflijk veel zin in. En oké, hier staat een papegaai. Wacht even. Ik moet die papegaai hebben, mensen. Ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben. Nee, 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 nee. Vlieg niet weg, vlieg niet weg, vlieg niet weg. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, let's go. Ik heb een nieuw huis. Dier, let's go. Dit is echt top. Kijk, ja. Oh, hier ben ik echt blij mee. Ik heb een huisdier, dames en heren. Wat goed, wat leuk. En ik wil dadelijk dus aan deze kant of aan die kant een nieuwe minor minion neerzetten. Ik wil deze farming minions gaan upgraden. Want dat zorgt ervoor dat mijn shop sneller vol zit met spulletjes die jullie kunnen kopen. En dan met winst kunnen doorverkopen. Wat is dit hier in de verte? Wat is dit? Huh? Dit is niet mijn eiland. Hoe kan dit? Dit is echt super raar. Ik kan me niet voorstellen dat er nog een ander eiland hier ook in de buurt was. Maar waar is mijn border trouwens? Mijn border is helemaal weg. Of groter geworden of zo. Hoe kan dit allemaal? Dit is echt super vreemd. Oké, ik ga dadelijk kijken wat er daar allemaal op dat eiland gebeurt. Eerst ga ik eventjes mijn dingen upgraden hier zo. En ik wil straks ook nog even al deze sleutels gaan openen. En ik heb zelfs deze keer een lentekreet. Oké, maar om te beginnen ga ik eerst eventjes naar de shop. Nou trouwens, ik denk dat ik net zo goed eventjes hier zo naar mijn chesten kan gaan. Want hier moet ergens birchwood in zitten. Oh, nee. Oh ja, kijk hier. Hoppa, let's go. Dit is top. En heb ik nog meer lava ergens? Ik heb nog een beetje gekocht, want ja, ik kon niks meer vinden. Dan gaan we dit ding wat hier staat helemaal nabouwen. En het is fijn, want deze kant kunnen we gewoon laten staan natuurlijk. Oh, dat is wel top. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dus dan moeten we 1, 2, 3, 4, 5 er aanbouwen hier. Dan gaan we helemaal deze kant op. En dan sluiten we het hier aan. Kijk. En dan, ja, dat dacht ik al. Moeten we hier natuurlijk dit zo maken op deze manier. Mop, ja. En dan ga ik hier alvast de eerste bucket neerzetten. En wat ik ook eventjes moet gaan doen, is wat dirt kopen. Want ik heb gewoon wat meer dirt nodig. Oh, en ik ben trouwens heel erg benieuwd hoeveel hout er zit in mijn bomenfarm die we de vorige aflevering hebben gemaakt. Want ik denk dat dat best wel wat heeft opgeleverd. Dus even kijken. We gaan hier zo. En dan gaan we even omhoog. Dan gaan we dit helemaal vol bouwen op deze manier. Kijk. En dan gaan we eens even een paar keer met deze bucket op en neer lopen. Want we hebben namelijk nog wat water nodig. We moeten hier 5 van die stroken met water hebben. En dan kunnen we dadelijk de... En dan kunnen we dadelijk dus de lava neerzetten. En dan kunnen we daarna weer iets superleuks doen. En dat is een nieuwe minion kopen, zodat we nog meer verdienen. Want aan deze minion verdien ik echt veruit het meeste geld. Zelfs meer dan mijn winkel. Dus dat is echt super chill. En wat ik ook echt moet doen is even deze minion upgraden. Ik moet nog een beetje uitvogelen wat ik ga upgraden vandaag. Ik zou alle farming minions kunnen upgraden. Maar als ik deze upgrade, dan krijg ik dus meer geld. Per ding wat hij verkoopt, zeg maar. Ja, kijk, want ik betaal nu 50% belasting. En als ik hem upgrade, maar 40%. Oh, dat is eigenlijk wel heel goed. Hoe duur is dat? 13.000. Oh ja, dat ga ik gewoon doen. Ik denk dat dat even veel slimmer is om die farming minions te upgraden. Nee, weet je wat? Ik ga ook wel even een farming minion upgraden. Maar ik moet nog eventjes kijken wat daar slim voor is. Even kijken. Snel deze neerzetten. Kom op. Kom op. Ja, zo. En kabbelem. Hoppakee. Dan hakken we eventjes deze slap hier weg. En ik ben zo benieuwd wat er op dat eiland hier tegenover me zit. We doen even slash minions. En we gaan naar koop minions. En dan kopen we een mijnwerker minion. En die gaan we dan hier zo neerzetten. En dan draaien we hem even zo om. Nee, nee, nee. Zo, zo. Kijk, zo moet hij goed staan. Ja, oh nee. Kijk, dat was ik al bang voor. Deze minion die hakt natuurlijk gewoon recht vooruit. Dus ja. Oké, we gaan deze van nu eventjes aan deze kist koppelen. Als het goed is, komt er nu niks meer in zijn opslag terecht. Toch? Hoop ik. Ik heb geen idee. Ik hoop dat het werkt. Even kijken, komt er niks meer hierin? Nee, dan zal er dus nu meer hierin moeten komen van deze minion. En ik heb in de vorige aflevering ook mijn generators helemaal geüpgraded. Dus nu krijg ik echt super goede spullen. Dus dat is echt heel erg fijn. En eens even kijken. Hoe duur is het om deze te upgraden? 7.000. Oké, weet je wat? Ik ga hem gewoon helemaal upgraden. Maakt me niet uit hoe duur het is. Ik ga niet eens kijken. Het doet toch pijn. Even kijken. Level 5 is hij. Let's go. Nu komen er echt heel veel spulletjes hier in deze chest. Dat is helemaal top. Oké, dan gaan we deze verkoopminion gaan we één keer upgraden. Nu is hij level 2. Dus krijg ik er veel meer geld van. Ik kan wel eens eventjes mijn chat aanzetten. Dan kan ik het zien. Ja, toen net kreeg ik 19 per keer dat hij iets verkocht. En nu is dat al ja, veel hoger. Hier, kijk. 46. En hier 24. Ja, dit scheelt wel een hoop. Oké, hier ben ik ontzettend blij mee. Oké,
dan gaan we nog eventjes één minion ook upgraden. En ik denk dat we deze gaan upgraden. Ja, heb ik hem nou geüpgraded? Jazeker. En nu... Even kijken, hebben we nu niet een groter gebied of zo? Wat gebeurt er eigenlijk? Oké, het bereik is gewoon nog precies hetzelfde. Alleen krijg ik meer kans op dubbele opbrengst, meer kans op XP. Oké, maar wat dus ook leuk is aan die minions, daar kwam ik laatst pas achter. Je kan op verzamel XP klikken en dan krijg je al de XP van die minions. Dus nu ben ik al level 25. Als ik hier de XP van verzamel, dan ben ik, even kijken, 31. Maar nu wordt het echt leuk, want deze hebben natuurlijk een heleboel XP. 64. Even kijken. Oh, deze heeft natuurlijk nog niks van mij verzameld. Ja, dat is ook logisch. Maar ik heb dat volgens mij bij de visser minion ook nog niet gedaan. En die staat er echt al zo lang als ik kan herinneren. Oké, dan gaan we dit ook even verzamelen. En oké, 66. Van vissen krijg je niet zoveel XP. Dan gaan we eens eventjes naar mijn bomenfarm om dat te controleren. En jeetje, dit gaat al ongelooflijk snel. Maar we gaan even de XP verzamelen. En dat was wel een beetje. Oké, van die minor minion krijg je echt ver uit het meeste. Oh, level 71. Dat is helemaal niet slecht. En kijk dan mensen, dit zit helemaal vol. Oké, dan doen we cell GUI. En dan gaan we dit allemaal erin doen. Zo, 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 zo. En hoeveel hebben we verdiend? 2400 euro. Jeetje, dat gaat ongelooflijk snel. Dat gaat echt ongelooflijk snel. Weet je wat? Die diamonds die wil ik niet verkopen. Hoppa, we hebben weer 2700 euro. Oké. Dan pakken we dit er nog bij. Dan verkopen we dit ook eventjes. En 2700 euro nog een keer. Dan hebben we alweer 44.000. Oké, dat is echt top, dames en heren. Dan gaan we ook nog eventjes deze rotzooi allemaal verkopen. Waarom ook niet? Zo, zo. En dan doen we weer zo. En dan zo, 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 zo. Bam. Hoppa. Weer 500 erbij. Dat is echt zwaar chill. Oké. We hebben nu weer 45k. En dan denk ik dat het tijd is om zo eens eventjes te gaan kijken wat er allemaal aan de overkant daar zo gebeurt. Maar eerst wil ik nog even kijken, heb ik genoeg om deze nog een keer te upgraden? Want dan doe ik dat gewoon. Even kijken, hoe duur is dat? 26.000, jeetje. Dan kan ik hem niet nog een keer upgraden. Nee, 40.000. Oké, nu wordt het echt heel erg duur. Maar nu krijg ik wel veel meer geld. Dus dat is fijn. Dan kan ik hem dus ook weer zo snel mogelijk gaan upgraden. En mochten jullie nou leuke namen hebben van deze twee minor minions en van deze cellar minion, laat dat dan even weten in de reacties hier beneden. De reactie met de meeste likes worden de namen van deze drie minions. Dus reageren zou ik zeggen. En dan is het nu tijd om te gaan kijken wat hier aan de overkant is. Oké, ik zet mijn fly aan en dan kan ik hier naartoe vliegen. En dan ga ik eens even kijken wat dit is. Oh nee. Mensen, dit gaat echt zwaar hard uit de hand lopen. Thomas, een eiland zit ineens naast mijn eiland. Wat is dit? Hoe kan dit? Dit is echt super apart. Oh, nee. Dit gaat zo wat uit de hand lopen. Dit is niet goed. Dit betekent dat wij dus in dezelfde wereld zitten. Waardoor ik, als het goed is, kan ik dit... Oh, nee. Ik kan Torben zijn dingen slopen. En dat betekent dat Torben ook mijn dingen kan slopen. Oh, nee. Dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. Kijk, en hier staan een hele hoop minions en zo van Torben. En Torben heeft echt al een super mooi eiland. Oké, dan moet ik hem wel geven. Hij heeft echt een heel erg mooi kasteel. Volgens mij had hij ook een builder ingeschakeld daarvoor. Dus misschien moet ik dat ook maar een keertje doen. Maar kijk dan hoe groot dat het bomenfarm van Torben is, joh. Dit is echt niet normaal. Wow, oké. En hier is een huisje van Mick, denk ik. Die is ook al een keer bij Torben langs geweest. En we hebben hier het huisje van Torben. En dit huisje heb ik zelf gebouwd. Ja, ik heb dit design ook helemaal bedacht. Ik heb alleen nog niks in het huisje gebouwd. Oh, maar ik heb eigenlijk wel een leuk idee. We moeten Torben wel even laten weten dat we zijn nieuwe buurman zijn. Dus wat nou al maken we dit oranje huisje, dit lelijke oranje huisje, is eventjes mooi paars. Ik vind dat echt een geweldig idee. Wacht. Oké. Ik moet snel werken, want hij is nu niet online. Maar Torben is echt heel erg vaak online. Dus ik moet echt opschieten. Oké, we hebben hier in ieder geval wat paarse kon. Dat is top. Dan ga ik gewoon meteen weer terug naar het eiland van Torben. En dan ben ik echt super benieuwd hoe dat hij dadelijk gaat reageren. Oké, we gaan dit allemaal eventjes weghakken zo. Dit wordt wel makkelijk terugplaatsen, want je kan letterlijk aan het dak zien waar de muren moeten komen in principe. En terwijl ik dit weghak, wil je nou ook meespelen met ons hier samen op de Skyblock? Dat kan. Join dan het IP-adres play.kleurstad.nl en dan kun je gezellig met ons meespelen. Je kan op telefoon spelen, computer, Xbox, PlayStation, Switch, echt elk apparaat. Behalve een tosti-ijzer. Dat kan er maar niet. Het lijkt me super leuk om jullie hier te zien. Gisteren waren er al 80 mensen online op de Skyblock. Dus dat is super vet om te zien. Dus ja, ik zou zeggen, kom gezellig meespelen. Oké, we hebben bijna alles weggehakt. En dan moeten we dit dadelijk allemaal gaan veranderen in paars. Oké. Dat is een goed idee. Dat vind ik een fantastisch idee zelfs. Niet papegaai. Ja, hè? Ik moet echt een name tag fixen. Ik wil hem een naam geven eigenlijk. Jullie krijgen het wel druk. Jullie moeten veel namen gaan verzinnen, mensen. Kijk, dan gaan we dit zo even helemaal plaatsen. En dan gaan we dit ook zo doen.
doen. En dan zo. En dan, wacht, even kijken. Hoe moet dit nou? Ik denk dat we deze niet moeten hebben. Ik ga gewoon eerst eventjes hier op de grond bouwen hoe dat ik het wil hebben. Zo, denk ik. Ja, en dan doen we er zo eentje. En dan zo een. En dan, wacht, dit is helemaal niet goed gebouwd voor mij. Oh, nee. Hoe werkt dit? Even kijken. Hier omhoog. Ja, en dan zo. En dan, oké. Volgens mij moet dit gewoon, ja, kijk, dit moet zo. Ja, ik snap hem al. Ik zweer het je, Tom, het is zo vaak online. Dit kan wel eens heel erg fout gaan. Zo, oh jee. Oké, dan gaan we dit weghakken. En dan gaan we dit even overal lekker vol plaatsen op deze manier. Zo, ja. Kom op, papegaai. Oh, je blijft lekker buiten zitten. Is goed. Ik snap dat je nog niet binnen wil zitten als het huisje nog niet helemaal paars is. Dat snap ik. Kan ik begrijpen. Oké, en dan plaats ik hier gelijk deze blokken. En dan hebben we het huis helemaal aangepakt. Alleen een bed zouden we nog even paars moeten maken of zo. Hey! Dat is wel een goeie... Hé, wat doe jij nou? Wat heb je met mijn huis gedaan? Ja, nee, Wat heb je gedaan? Ik vond het er mooi uitzien. Tom, dit is een cadeautje voor jou, want ik weet niet of dat je het al gezien hebt, maar we zijn buren vanaf nu. Zijn we buren? Ja, maar mijn eiland zit letterlijk daar. Ik weet ook niet hoe dat het is gekomen, maar het is nou eenmaal zo. Dus ik dacht van ja, dan wil ik geen oranje meer zien hier. Je hebt je Pardon? Je hebt je paarse huis al. Waarom haal je mij er weg? Ja, gewoon, nee, ik vind het veel mooier in een paar. En ik heb die van jou ook gebouwd toen, dus ik dacht van nou... Nee, dit is niet... Wegwezen jij. Hup, wegwezen. Oh, je krijgt wel je blokken terug. Hier, alsjeblieft, veel plezier. Hey, ga eens weg! Ja, ik ben al weg. Oké, dat vond hij niet leuk, maar ik moest even laten weten dat ik er ben en dat onze eilanden aan elkaar zitten en dat ik op zijn eiland kan bouwen. Oh, dit was wel weer een klassieke leuke troll. Eens even kijken, we gaan hier eventjes onze sleutels erbij pakken op deze manier. Even kijken, zo en dan zo. En dan gaan we eventjes naar de span en dan gaan we gewoon beginnen met de dagelijkse sleutel. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Bam, en we hebben gekregen 1000 tokens. Oké, dat is niet slecht. Dan hebben we hier nog een creep. Ding. En wat hebben we nu? Een sheep spanhek. Oké, prima. Water hebben we gekregen. Wat? Dat is echt het enige. Oké, maakt niet uit. En hier hebben we logs. Oh jee. En hier hebben we kleurcoins. Oké, daar ben ik oprecht heel erg blij mee. Kleurcoins zijn natuurlijk nooit verkeerd. En dan hebben we hier de lentekreet. En laten we die maar eens even gaan openen. Kablam! En ja! Ik heb boots gekregen. Yes! Oké, nu hoef ik alleen nog maar de chestplate en de helm. En dan heb ik alles compleet. Dit is echt helemaal top. Klik hier voor de volgende Skyblock aflevering. Als die al online staat, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een gloednieuwe video. Doei doei. En speel mee op play.kleursal.nl. Waar wacht je op?